toch maar even opzij. Een goedemorgen op weg naar het werk. Frisjes. Wel de zomerjas aan. En bewolkt. Heel erg bewolkt. Ik ben enigszins aan de late kant. Je ziet me aankomen en dan moet je er nog lang. Nou, ik ben benieuwd of het ook druk is. Gisteren was het niet druk op het werk. Gisteren een stukje gefietst. Aduard. En langs het Van Starkenborghkanaal weer terug. Maar ik was de brug nog niet weer over op terugreis. Dan was de batterij leeg. Camera uit, camera aan, camera uit. Nou, je ziet het resultaat. De batterijindicator van de camera stond op 4 streepjes gisteren, zoals ik al noemde. Maar blijkbaar waren het geen 4 streepjes. Ja, de verkeerde kant op mevrouw, goed zo. Die knuppel. Nou goed, wat ik al zei. Batterijindicator 4 streepjes, maar dat was het bij lange na niet. En we vermoeden dat ik de batterij niet volledig opgeladen heb de dag ervoor.
keer of 1 keer 12 minuten. 2 keer 18,5 plus een beetje. Van Appingedam naar Groningen, Groningen-Appingedam. Ruim 3 keer 18 minuten. Of 4 keer 18 minuten, een beetje. Nou, maar dan zou een uur en 20 minuten moeten kunnen. Dus ik moet maar even kijken of ik misschien een reservebatterijen gebruik kan nemen. Heb ze wel. Bij de bestelling een hele doos met extra spullen besteld voor de camera. Bevestigingen, riempjes. Nou, in elk geval de borst. Borstriem waar ik nu aan zit. Ik heb iets voor het hoofd en voor de pols. Een dobber voor onder water. Dat wil zeggen, als ik de camera loslaat, dat hij gewoon blijft drijven. Een selfie stick staat erbij. Allerlei aansluitingen. En twee extra batterijen en een lader erbij gekocht ook. Ja, dan moet je ze wel opladen en meenemen. Komt weer lang. Net op mijn fiets of zelf, ja, moet schijten gewoon. Misschien moet ze dat ook wel, maar het ziet er erg ongelukkig uit. Ik ben 20 voor 8 geweest. Kwart voor 8. Of in elk geval een paar minuten over. Over kwart voor 8 ben ik op mijn werk. Op tijd. Maar ik ga gewoon liever eerder weg. Constructie met zonnepanelen is ook op het dak verdwenen van de energie. Een energiegebouw. Nou, Fokke Jan, de asbakman, heeft zijn auto ook midden op de weg gezet, zoals je net zagen. Want de prullenbak legen is veel maar belangrijker. Nou, in de jas behoorlijk warm. Handen best wel koud. Het is toch wel frisjes om te, zo te noemen.
weer een tweede versnelling in zijn auto. Nou, auto 1 doet een kniplicht uit, auto 2 geen idee. En auto 3 doet ook een kniplicht uit. Snelheid aangepast. Dat heeft er meer mee te maken dat mensen de bochten moeten, geloof ik.